behoorlijk wat gras voor mijn voeten weggemaaid. Maar ik was toch van plan nog iets tegen je te zeggen. Normaal, als je mag speechen als wethouder of als loco-burgemeester, dan begin je natuurlijk met je te verontschuldigen voor dit sneuwe weer. Maar onder molenaars geloof ik, dat is een prima weertje toch vandaag? Super weer. Mooi. Dames en heren, toen ik een paar weken geleden langs Molen de Valk reed, toen kreeg ik een enorm gevoel van trots. Trots op onze stad en trots op die molen. Want hij stond weer prachtig in een enorme Leidse, Nederlandse natuurlijk, Nederlandse drie kleuren gehuld. En ik stapte van mijn fiets. Ik dacht, ik neem een foto, want dat doe je als politicus. Die moet je dan posten op Facebook of Twitter. Dus ik was er aan het doen, maar ik ben er maar mee gestopt. Want ik zag dat er al heel veel van dat soort foto's op Facebook stonden van andere mensen. Vanuit een veel betere hoek genomen. Veel meer pixels dan ik had. Veel hogere kwaliteit, dus ik dacht, laat maar zitten. Maar het gaf wel aan wat voor iets moois daar gebeurde. Want die molen die ging met Facebook weer eigenlijk niet alleen heel Nederland, maar heel de wereld over. En dat geeft iets aan over het belang van die molen ook voor Leiden. Van niet alleen die ene molen, maar van die 9 molens die we hebben. Enorm belang voor Leiden en een prachtig visitekaartje van onze stad. Maar geen molens zonder molenaars, dames en heren. En beste Philip, het is nog niet zo gek lang geleden dat wij elkaar hebben leren kennen. Maar ik ken jou beter dan jij denkt. Want met behulp van een aantal mensen die hier ook aanwezig zijn, heb ik dus Jan Doopzeel gelicht. En niet een beetje, maar ik durf wat te zeggen vrij uitgebreid. En het is net al aan de orde geweest, je heeft er al het een en ander over gehoord. Maar ik zou bijna zeggen, gaat hij er maar eens goed voor zitten, maar we staan. Ik ga dat toch nog eens even benoemen. Dames en heren, een man, Philip Wijnaker, die dag en nacht in de weer is met molens. En dus in de weer is met het weer. In de weer met de wind, zou ik willen zeggen. En dat al 25 jaar lang. Beste Philip, dat is een ontzettend lange tijd. En sommigen van jullie zullen zich dan misschien ook afvragen, hoe houdt hij dit nou al zo lang vol? Waarschijnlijk, Philip, heb jij toch een klap van de molen gehad. Dat blijft maar waaien, hè? En dat bedoel ik in dit geval natuurlijk positief. Ja. Het kan ook geen toeval zijn dat jij die klap van de molen hebt gehad. Want geboren en getogen op Molen de Valk, waar de ouders van Philip de eerste molenmuseum beheerders waren. En het kan dan ook geen toeval zijn dat je verliefd wordt op dat vak, als je dat vak mag leren van beroepsmolenaar Jan van der Pouwkraan. En dat je dat molenaarsbloed dan sneller gaat stromen. Als jongetje van 14 jaar, dat is al even tweede, Philip. Als jongetje van 14 jaar stond Philip Wijnaker in 87, dames en heren, al toe te kijken hoe de bouw van Molen de Put vorderde. En hoe de molenonderdelen in elkaar werden gezet. Een bestuurslid van de nieuwe stichting Molen de Put, Annie Gillels, sprak Philip aan en vroeg of hij geïnteresseerd was in deze molen. Op haar aanraden heeft Philip toen een sollicitatiebrief gestuurd. Om met de vraag of hij molenaar of misschien dan toch in ieder geval knecht mocht worden op Molen de Put. En de molen die opende op 11 juni 1987. Frank Hartenveld werd de eerste molenaar en Philip Wijnaker werd aangesteld als zijn knecht. Daarna heeft Philip Wijnaker op 14 mei 1991 zijn landelijk examen voor vrijwillig molenaar met goed gevolg afgelegd. Dat is vandaag precies 25 jaar geleden. En bij de eerstvolgende vergadering van de vereniging De Hollandse Molen kreeg hij zijn getuigschrift uitgereikt. Hij is op dat moment heel bijzonder de jongste molenaar van Nederland, 18 jaar en 4 maanden op de kop af. En na het vertrek van Hartenveld bij deze Molen de Put, werd hij op zijn 18e de hoofdmolenaar van Molen de Put en de enige gediplomeerde molenaar. Hij leidt vele leerlingen op en een groot aantal geslaagden beginnen ook als molenaar op hun eigen molen. En Philip is niet alleen op Molen de Put actief, maar het draait op vele andere molens in Leiden. En op Molen de Valk
sprong en springt hij bij als molenaar sinds 1993. En als tiener komt hij al geregeld op molen De Herder op de Haarlemmerweg. En op dat moment wordt daar nog flink gezaagd. En sinds 1984 draait hij daar samen met andere molenaars. Maar de molen die raakt in verval, in ernstig verval, en dan wordt besloten niet langer te draaien. Totdat in 2011 Philip wordt gevraagd om daar weer opnieuw molenaar te worden. En sinds die tijd is het zagen hervat en wordt er samen met de gemeente en de meubelmaker en de vorige molenaar daar gewerkt op die molen. Ik zei al, we hebben veel molens. De Kikkermolen aan de Oestgeesterweg, die wordt door Philip beheerd sinds 2002. En de Stadsmolen aan de Stinksloot, dames en heren, ik wist niet dat die bestond, heeft hij in beheer overgenomen sinds 2003. En op aandringen heeft hij deze molen weer met fokwieken gerealiseerd sinds 2013. En daardoor kan die molen nog beter draaien en daadwerkelijk ook wat water verzetten. En zo nodig kan dan de molen helpen weer bij het bijspringen en het bemalen van de poort. En dan heb je nog de Marendijkmolen. Die kwam erbij in mei 2005. Nadat ook die molen lange tijd had stilgestaan na het vertrek van de vorige molen. Dames en heren, het is eigenlijk een terugkerend verhaal. Iedere keer is Philip Pijnaker weer diegene die de kar trekt. Of beter gezegd, de aanjager is van het weer in ere herstellen of in het gebruik nemen van Leidse molens. En daar steekt hij veel tijd en energie in. Maar dat weet u. Dames en heren, het bijzondere van het molenaarschap vind ik zelf dat het een vrijwilligersbaan is. En dat betekent dat Philip ook gewoon nog iets ernaast moet doen om in zijn onderhoud te voorzien. Hij moet gewoon werken aan zijn molenaarschap. En sinds 1 mei 2007 werkt hij bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. En daar is hij dan ook verantwoordelijk voor de molens en het beheer van het waterschap. En Jorinde, die Philip lijkt wel een aardig vent, maar ik moet u zeggen, dames en heren, hij gaat af en toe ook gewoon vreemd. Want hij draait ook op de Hoge Veense Molen in Noordwijkerhout. In 88 werd de 15-jarige Philip al gevraagd door de vereniging De Hollandse Molen om molenbiotoopwachter van Leiden te worden. Voorwaar in mooi scrabblewoord molenbiotoopwachter. En terwijl leeftijdsgenoten nog dromen om profvoetballer te worden of brandweerman, werd Philip dus molenbiotoopwachter. En dat doet hij tot op de dag van vandaag. Je speurt alle kranten af op gepubliceerde omgevingsvergunningen en vervolgens ga je ook meteen verder met het insturen van zienswijzen op al die bouwplannen. En ik zal u eerlijk zeggen, niet altijd tot het plezier van de wethouder. Maar mede door die druk van verschillende organisaties en van jou, is die toenadering tussen de molenaars en de Leidse gemeente, geloof ik wel, gegroeid. En worden er vorderingen gemaakt met de molenbiotopen. Ik durf wel de stelling aan dat we nu in Leiden zorgvuldiger omgaan met die molenbiotoop dan in de afgelopen twee decennia. En dat had alleen mogelijk geweest dankzij jouw constructieve opstelling, Philip. En daarvoor ben je absoluut onmisbaar in de stad. Dames en heren, Philip Pijnaak is niet alleen molenaar. Je zou denken, heeft die man nog tijd over? Ja, hij is ook nog actief bij wijkvereniging De Morspoort, de historische vereniging Oud-Leiden en het waterambouw. Dat is nogal wat. En sinds vorig jaar is hij de samenwerking aangegaan met het Singelpark. En sinds kort is hij secretaris van de stichting Molens in Leiden en Omstreek. En die stichting zal in de korte toekomst 5 van die 6 molens die in bezit zijn van de gemeente Leiden overnemen. Ik ben je daar echt dankbaar voor. Dat is weer een stuk hoofdpijn minder als ik de 5 molens kwijt ben. Maar volgens mij vallen ze in een hele goede handen. Het gaat dan over Molens de Put, de Kikkermolen, de Marendijkmolen, de Stadsmolen en de Rodenburgermolen. Weet je ze allemaal te vinden of niet? Ja. Ik heb ze op moeten zoeken. Ik heb ze opgezocht, ik weet ook waar ze staan. Philip, het stadsbestuur heeft een heel goed besef van hoeveel tijd en energie iemand als jij in die molens hebt gestoken.
en nog steeds stil. Het in bedrijf houden van het culturele erfgoed van Luik. En daar, dames en heren, zijn wij, Filipijnaken, buitengewoon dankbaar. Want daarmee, Filip, trek je duizenden toeristen naar de stad, zet je die molens op de kaart en daarmee zet je Leiden. En ook de gewone Leidenaar is volgens mij buitengewoon trots op dat resultaat. Ik heb een presentje bij, dat moet op de Lawrence vandaan. En ik ga het klappen wat er in de tas zit. Dat is heerlijke Leidse wijn, een prachtige Leidse glazen. En ik ga ze niet aan jou geven. Maar ik geef ze even aan Jorrit. Alsjeblieft. Want, beste Filip, gezien jouw enorme betekenis voor het toerisme in de stad Leiden. En de rol die je al jaren speelt met betrekking tot het behoud van cultureel erfgoed in onze stad. Gezien het langdurige karakter van al jouw activiteiten, het belang en de uitstraling daarvan van onze prachtige stad Leiden. Gezien het feit dat jij een van onze echte ambassadeurs bent voor onze stad. Gezien al die bijzondere activiteiten, heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden besloten om aan jou, Filipijnaken, vandaag op 14 mei 2016 de gouden speld van de gemeente Leiden uit te geven. Wil je nog open gaan opdoen? Ja. Is dat binnen les? Dorp is dood. Dorp is dood. Dat is één van de ik had het nog zo geoefend. Daarvoor 25 jaar weer. Hij zit er wel in, dat heb ik al gezien. Hij zit er wel in. Is het geen schuifje? Nee, het is niet. Minder kracht en meer souplesse. Jongens, wie heeft er sterke vingers? Filip. Ik heb wel twee aannemers. Hoppa. Zie je? Wat een sterke vingers. Dames en heren. Heel hartelijk gefeliciteerd. Ik heb veel dank dat je doet voor de stad. Heel leuk dat de gemeente dit aan mij wil toegeven. Gefeliciteerd. Dankjewel. Kunnen jullie een beetje midden van dat dat banier is? Ja.